Wat is de relatie nou tussen deze visie over de Amstelschecht en het project de Amstelveranderen? Nou, die vraag is eigenlijk al door de bestuurder beantwoord. Dankjewel. De kern is dat Sharona mij gevraagd heeft om een probleem op te lossen. Dat ging over de Weesperzijde. En toen hebben wij dat geanalyseerd en gezegd, je kan eigenlijk de Weesperzijde alleen beschouwen in een grotere context. Dat is het begin geweest. Ja. En toen zei hij, de Weesperzijde hoort eigenlijk ook bij de omvang. En zei ja, er moet een plan komen voor onze hele Oosthoever. Ja. Maar eigenlijk moet de overkant dan opnemen. Ja. Maar wat doen we nou met wat buiten de A10 gebeurt? Zeg maar, nou laten we beginnen met onze kant. Het projectbureau Wielert aan Amstel is ingesteld, ze komen niet samen met de oude stad. Daar heeft de opgave geformuleerd om een visie voor Wielert aan Amstel uit te werken voor de Oosthoever. Ja. Maar wel samen met de overkant. Ondertussen was al werd gepraat tussen de gemeentes van hoe ga je ambtelijk voorbereid de opdracht, hoe ervoor zorgt dat jullie beter gaan samenwerken. Ja. En wij, als lokale. Dus ik ben een ambtenaar die faciliteert en zorgt ervoor dat ik al de bloem krijg. We organiseren het gesprek rond de bloempot in de metropool. Yeah. Want we zijn bezig met de metropolitane ambitie. En we hebben de ambitie om de buurt beter te bieden. Yeah. En hoe verbind je dat nou? Yeah. En daar is de Amstel Veranderd eigenlijk het creatieve uitgangspunt van geweest. En we hebben 206 ideeën zijn wat uitgewerkt. Maar de bestuurders hebben ook 10 kernkwaliteiten opgeschreven. En mijn vraag is, hebben die kernkwaliteiten dan weer impact straks in de fase van uitwerking van ideeën waar de mensen hier van nu aan de vooravond staan? Ja, wat wil Pieter net zei, die kwaliteiten die wisten allemaal al, maar nu staan ze vast. Nu kunnen we echt met elkaar als een agenda, en dat hadden we eigenlijk hier moeten projecteren, en hier kan je aan toetsen. Het is een programmatisch iets, kan je zeggen van dit project, wat betekent dat nou voor die kernkwaliteit, voor de schechtvorm, voor de Amstel als drager? En vanuit de lokale verantwoordelijkheid van de Stadse Oost-Watergasmeer, straks Oost, is vooral, en daar ben ik dus heel blij mee als projectleider, dat de Weesperzijde en de omval heel duidelijk gepositioneerd zijn als entree, als verbinding tussen die grachtengordel en dat landelijke gebied. Yes. En daarmee kan je het gesprek met elkaar veel makkelijker aangaan.